toegestaan te blowen weer. Marihuana is niet toegestaan. Maak hem eventjes uit. En stop hem even weg en dan... Sinds 25 mei geldt een blowverbod op straat in de oude binnenstad. Het was een volgende stap van het grotere maatregelenpakket om de overlast op de wallen terug te dringen. Maar werkt het verbod een beetje? Voor het antwoord op die vraag liepen we vrijdagavond mee met de handhavers. Mensen moeten er ook aan wennen. Hè? Ik bedoel, het is nieuw, een acclimatiseringsproces. Mensen moeten gewoon lekker low-key ook het idee hebben dat we niet gelijk erop bekeuren. You already dropped it. You can have it on you, but put it out, okay? It's actually out. Okay, okay, thank you. Okay, okay, no problem, no problem. Put it, yeah, put it in the bag. What happened? Yeah, so basically what happened was that I was just chilling, working hard and sticking school kids. Mensen worden over het algemeen heel relaxed van blowen, ontspannen. Dat is anders dan met alcohol. Ja. Dus weinig agressie. Zeker, zeker. Maakt het een stuk makkelijker. Ja. Ja. Weinig agressie, begrip en nog geen bekeuringen tot nu toe. De ondernemers zien ook effect. Een van de meest sympathieke regels van al die andere regeltjes, en die ladderen van maatregelen. Niemand stoort zich er echt aan. En wij van het hotel informeren onze gasten ook, doe dat nou niet, want je krijgt een boete. Wij proberen gewoon het braafste jongetje van de klas te zijn, ook al zijn we natuurlijk de bulldog. Al blijven wallenbewoners vrij nuchter onder de effecten van het blowverbod op straat. Kijk, Amsterdam heeft natuurlijk een naam en die is niet 1, 2, 3 verdwenen. Dat is het grote probleem. Ja, ik zie het niet, ik merk het niet. Ik woon hier ook op de wallen. Ik let er helemaal niet op, dus voor mij is weinig verschil. Het is de bedoeling dat het hier wat rustiger wordt op de wallen. Ik weet niet of dat een goede methode is, twijfel ik zeer. En tot slot nog even terug naar vrijdagavond. Ja mannen, 2,5 uur gelopen. Wat is de balans? We hebben 2-3 personen aangesproken die eigenlijk allemaal wel meewerkend waren. En ja, het verbod doet zoals wij het zien gewoon zijn werk. Is dit nou een heel groot verschil met het begin van het blowverbod? Zeker, zeker. In de eerste week hebben we echt intensief tijd erin gestoken. Je ziet het nu wel dat het gewoon zijn vruchten afwerpt. Ja, weinig sensatie voor mij. Positief voor ons.